Dat is nog eens een begin van een video, jongens. Het is ongekend, ik ben even thuis, net lekker gesport. Maar we gaan weer naar de waterkant. Een korte sessie. Ik heb 2 dagen gevoerd. Ik had namelijk denk ik nog 20 kilo tijgenoot over. Ik denk ongeveer 10 kilo gevoerd in 2 dagen. Lekker grof, maar hopelijk brengt dat ook veel vis op. Vannacht, mooi nachtje vissen, alleen. En we gaan knallen. Snel voor die 2 bubbels. Ja, jongens, het is fantastisch. Autootje uitgeladen, spulletjes en het is eigenlijk niet echt vis weer, moet ik zeggen. Veel te lekker weer. Mooi klein watertje, er zitten enkele hele mooie vissen op. Ah, dat was vroeger ook, al lang niet gevangen in ieder geval. En we gaan het eens even proberen. Ik zal gelijk vertellen wat ik heb gedaan qua voeren. Ik heb hier zo eigenlijk het rietkantje aangevoerd, hier achter bij die boom. En daarnaast even een stukje lopen. Eigenlijk staat het water altijd helemaal vol met wieren in de zomer. Maar eigenlijk staat heel het water helemaal vol met wier in de zomer en het voorjaar. Het is een beetje eindzomer en ik zie toch wel dat er heel wat wier weg is. Normaal zie je het echt van de oppervlakte om uitsteken. Dus dat gaat de goede kant op. Inmiddels zijn wij het tweede stekje aangekomen. Dat is hier zo. Ik heb eigenlijk heel deze opening hier zo vol gevoerd. Hier om de hoek heb je eigenlijk nog een klein gedeelte. Ik verwacht dat de vis al 's nachts heen en weer zwemt. En daarom heb ik heel de opening vol gevoerd. Leg ik hem gewoon, denk 2 meter van het riet af daar zo, of een metertje. En ligt er geradeloos bij. Ja jongens, de richtjes zijn klaar. Wat iets anders dan normaal. Je ziet namelijk hier 2 witte tijgenoten en een zwarte tijgenoot. Een XXL zwarte tijgenoot. Je weet het wel, hè? Tijgenootkoop.nl. Voor de rest eigenlijk niks geks. Een beetje wierrijke bodem, zoals ik net al vertelde. Dus een mooi helikoptersysteempje. En ik ga ze lekker uitvaren. Zo, jongens. Het is wat. Het is 12 uur. De eerste vis heeft zich gemeld. Een mooi klein schubje. En dat valt helemaal niet tegen. Dus eigenlijk echt al vroeg in de nacht. Hier een paar piepen, dus ik denk, hé, wat is er nou? Ik denk, loop toch even langs allebei de hengels. Nou, wat bleek, hengel half van de steun getrokken en deze rakker zat eraan. Ik was ook nog vergeten mijn schep net te maken, dus terugrennen naar de stek en gedoe. Maar hij is binnen, dus we mogen niet klaar. Fotootje maken, dat kan niet zeggen. Ja, jongens, goedemorgen. Dat is die, nummer 2. Knolle Jolly, wat een kleintje. Gewoon run? Bizar. Maar het is 5 uur, ik vind het mooi. Ik heb al die haak eruit, ik ga lekker slapen. Goedemorgen jongens, het is fantastisch. Het is 2 uur later dan net, 7 uur. En dan liep gewoon weer af en er zit een mooie spiegel in het net. Ik ga er zo even mooi de foto en de film zetten. Let's go. Yo. Hij was echt nog wel groter dan ik had verwacht. Ik denk echt zeker wel boven de 10 kilo. Misschien wel 11, 12. En super blij mee. Dat
fantastisch faam. De camera krul bij ons. Dus, prachtig visje dit. Beter kan je de dag niet beginnen. Heerlijk. Ik ga de andere kant ook even laten zien. Die is helemaal volgegeten aan de tijgers. Op zich de manier waar ik alle vissen mee heb gevangen is ook wel leuk om er even uit te leggen. Ik had namelijk, zoals ik aan het begin van de video zei, 10 kilo gevoerd. Verspreid over 3 dagen. En verspreid over 2 dagen. Nou, eigenlijk sinds ik hier aankwam heb ik nog maar 100 gram gevoerd. Hengel ingelegd, heel klein schepje voer erop. En dat 2 keer gedaan, de derde keer zelfs helemaal geen voer meer erop. En ja, die vis die op zich toch echt 2 dagen voorlopen vergeten op die stek. Die komt dan gewoon terug. Dat zie je wel. Dat zie je wel, ja. Wat wel, zo zou die zijn. Je hebt veel meer te voeren. Je hebt hem nog niet gehoogd, hè? Nee, je hebt hem nog even wegen. Zo is even wegen. Oké, super. Nou, een prachtige vis zitten. En hoe heet deze? Deze heet... Is dit met zijn moedertje? Nee, toch? Dat was dus geen spiegel. Jan Willem de derde. Jan Willem 3. En halen, gaat hij? Gaat hij zijn oma nog halen? Nou, dat zou helemaal barre man zijn. Maar of zou dit al oma zijn? Wat denk je hoe oud hij is? Ik denk dat het best wel een oude vis is. Zien aan... Geen idee. Ik ben het even goed. Ja. Hulp troepen. Hoeveel kilo weegt hij? 12,2. Twee strepen? Of één streep? Eén streep. Dat is 12,4. 12,4 dan. Eén streep. Ja. Prachtig visje dit. Jan Willem heette die, hè? Die mag weer naar zijn moeder. Nou, Jan Willem. Bedankt voor het komen. Ja, jongen, het is tijd gekomen, tijd gegaan. Jan Willem gaat denk ik ontbijten. Dat heeft hij net geprobeerd, want dat viel hem denk ik niet helemaal. Ga maar. Ja. Ga maar je dikke zus halen. Ja, normaal zou het heel racistisch zijn. Ja, een karpen vissen mag alles. Daar hebben de karpenbaas. Hij heeft hele mooie visjes gevangen. Zo. Kijk, DW Fishing Team. Hoe is het met de kleding? Hebben we nog een code? Metateam. Wie niet ergens is gezien. Kijk eens. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Lust jij lekker een bakkie? Ik wel. Veel beter kan je ook niet wakker worden dan dit. Hè? Of... Nee, hè? Nee, zeker niet. Nee, dat is zeker een hele mooie ochtend. Mooie spiegel. Ja. Gezellig. Ja. En een getreepje erbij. Het zijn dit voor... Kan je dit ook aan de herhangen, of niet? Ja, dat, nee, dat is zonde. Nou, dat is nou zonde. Een gezond reepje. Dit is echt bakkenvoer, jongen. Eigenlijk willen we dat niet verklappen aan de fans van DW Fishing Team. Dan moet je het ook niet doen. Nou, doen we het niet, hè. Maar er zit havermout in de... dat heeft jouw patent, hè? Ja. Ja. Maar het is heel erg lekker. Nou, eens kijken. Tik hem aan. Ja, dan niet. Eitje. Ik dacht nog even wat bij zijn koffie praat. Hoe ging het met de eerste vis? Nee, ik zal gewoon vertellen wat ik nou vertelde net tijdens die vis ook al. Maar wat ik dus met mijn 20 kilo tijgenoten heb gedaan om het toch tot een succes te brengen om nog wat visjes te vangen. Eerste dag dat ik hier zo aankwam, dat was een zondagavond. Ik had eigenlijk geen zin om te voeren. Toen zei moeders, joh, weet je, het is nou nog lekker weer. Wie zei dat? Moeders. Oh. Moeders. Dus toen dacht ik, ja, gelijk heeft ze. Dus ik om 10:30 met mijn hoofdlampje op naar de waterkant gegaan. Best wel verspreid dus 2 stekken aangevoerd. Ik denk een kilo of, ja, wat zal het zijn, 6-7 aan tijgenoten. Ik denk 6. Dus 3 kilo per stek. Dat is echt wel een flinke hap. Maar ik weet wel dat hij redelijk veel vis zwemt. Ik zag ook dat natuurlijk voedsel allemaal weg was. Dus ik had wel het vermoeden dat er wel redelijk gevoerd kon worden. Dus 3 kilo per stek. Redelijk verspreid aangevoerd. Nou, dag 2 kwam ik weer aan. Toen
toen deed ik nog 4 kilo. Dus allebei de stekker 2 kilo, dus iets minder. En wat compacter. Meer een kleine plek. En ja, dus nu kwam ik aan. Het was een heel kort nachtje van 9 tot 8. 9 s'avonds tot 8 uur 's ochtends. En toch 3 mooie vissen weten te vallen. Nou, dat kwam denk ik voornamelijk omdat ik heel weinig heb gevoerd. Ik heb denk 100 gram gevoerd. Elke keer als ik een vis ving, gewoon een klein schepje voer erbij. Voor de rest niet veel. Om gewoon snel aanbeten te krijgen. Als die vis toch al dat voer kent, ze willen eten, dan komen ze toch wel terug. En dan heeft het geen zin om net zoveel voer erop te gooien. Want dan, ja, je moet gewoon denken, tijgernoten vooral, dat zijn superveel kleine nootjes. De kans dat ze jouw nootje pakken, als er heel veel nootjes liggen, is het natuurlijk een stuk kleiner als er een stuk minder liggen. En als het vertrouwen er dan toch al is, dan gewoon niet te veel voeren. Ja, gewoon een stekje afromen. Zo jongens, jullie zien, we zijn druk de spulletjes aan het opruimen. Het is 7:30, maar we moeten er helaas al vandoor. Korte nachtjes, maar wel met veel resultaat. Vond je de korte video nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. Ik hoop dat jullie weer wat geleerd hebben van een korte nacht met een voersessie. Hoe je dat toch efficiënt kan aanpakken. En zien jullie volgende week weer om 4:30. Tot dan!